Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan wij vuurwerk shoppen bij Salon Roger. Vanwege corona gaat het dit keer gewoon eventjes iets anders dan normaal. Oftewel, net als bij Zena moet je bij Salon Roger op afspraak komen. En moet je van tevoren een bestellijst in gaan voeren. We gaan nu een beetje vertellen hoe het een beetje werkt. Je gaat dus gewoon naar salonrogerfireworks.be. Dan hebben ze een hele assortiment. Hebben ze tegenwoordig online staan. Zelfs het divers vuurwerk, wat je voorheen niet echt op de site kon vinden, staat er nu op. Nou ja, ik ga even voor het voorbeeld selecteer ik gewoon eventjes wat random producten. Zodat ik het jullie een beetje snel kan laten zien. Dit is natuurlijk niet het vuurwerk wat wij zo meteen gaan bestellen. Daar moeten we nog eventjes goed naar kijken. Maar ja, ik heb nu 4 items voor €175. Wat je vervolgens doet, dan druk je op download verlanglijst. Dan kom je op deze pagina, vul je hier je naam, je e-mail in. Hier moet je een pick-up tijd. Dus laten we zeggen, het is nu op dit moment 26 november. En ik laat me zeggen, nou, ik wil hem zelfs. Je kan zelfs tot 5 december kan je nog reserveren. 5 december, 4 uur wil ik mijn vuurwerk ophalen. Vervolgens download je de bestellijst. Print je hem uit. Neem je mee naar de winkel. Dus wij gaan eventjes wat leuk vuurwerk uitkiezen. Stap we in de auto naar België toe, want we hebben al gereserveerd. En dan gaan we even ons mooie vuurwerk ophalen. Oké, jongens, na het bestellijstje ingevoerd hebben, zijn we nu eindelijk aangekomen bij Salon Roger. We gaan natuurlijk een hele mooie cakebox hier ophalen, namelijk 1,2 inch Blazing Diamonds. Maar waar ik het meest benieuwd naar ben, zijn natuurlijk die 2 inch Alpha Rockets. Want ze schijnen heel goed te zijn, maar we hebben ze nog nooit gehad. Voor de rest ook nog een leuk projectje wat we gaan opnemen. Laat maar eens van 500 van die rookballetjes. Wellicht staat die video al online. We gaan natuurlijk ook nog eventjes wat afsteken, maar dat moeten we nog eventjes nu gaan beslissen. Maar ja, laten we maar gewoon in de rij gaan staan. Nou ja, de rij is niet zo heel lang. En dan gaan we gewoon eventjes ons vuurwerk ophalen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Zena. Oftewel, kijk, ze hebben gewoon een gedeelte van de ingang. Hebben ze als afhaalbalie. De showroom staat er gewoon aan. Dus als jij hier in de rij aan het wachten bent, dan kan je natuurlijk wel gewoon spieken door de ruiten heen wat je allemaal hebt besteld. En zoals ik jullie ook al heb laten zien toen we de bestellijst gingen maken, kon je ook zien dat als je de bestelling dus uitprint, heb je daaronder nog de mogelijkheid dat als je nog er iets erbij wil hebben, dan kan je het er nog gewoon bij schrijven. Dus het is niet zo van, oké, ik print mijn lijst uit, dan is het definitief en dat leggen ze klaar. Nee, je hebt ook nog de keuze, als je hier bijvoorbeeld nog aan het wachten bent, om iets extra's bij te schrijven. Maar ja, ik zie dat onze bestelling al eraan komt, dus we gaan het even in de auto laaien, maar we gaan het jullie eerst even laten zien. En natuurlijk gaan we zo meteen ook nog heel wat moois afsteken. Nou jongens, hier ligt al een gedeelte van de bestelling die we hebben. Hier komt sowieso een leuk projectje van, Smokeballs. Zitten er 72 in een doosje. Hij wint het al 7 stuks van en hier ben ik ook wel heel erg benieuwd naar, hoor. Yeah. Ja, dat. Okay, die draaizon. Ik weet niet hoe het is met de belichting, maar deze gaan we sowieso eventjes aan het einde van de video ook nog eventjes doen. Alpha Rockets natuurlijk. Ja jongens, genoeg. Dus als we zo meteen thuis zijn, laten we precies allemaal zien wat we hebben gehad. Dit is echt een heel mooi ding. Dus ja, we gaan het even passend maken in de auto en dan rijden we gewoon lekker naar huis toe. Oké, jongens, we zijn inmiddels weer thuisgekomen van Salon Roger. Ik heb bijna mijn bek niet, want we zijn natuurlijk hartstikke vermoeid dat we zo ver hebben gereden. Je ziet hier achter mij al, we hebben in totaal 14 keer de Traka 25 meter. Maar ja, jongens, gewoon lekker knallen met oud en nieuw. Het moet natuurlijk wel gewoon oud en nieuw blijven. En een oud en nieuw zonder vuurwerk is geen oud en nieuw. Vervolgens, hetgene waar ik echt heel erg blij mee ben. En die wij ook sowieso in deze video nog laten zien. Nou ja, dat zien jullie zo meteen wel, want ze zitten dicht. Dus dan houden we het nog even spannend. Zijn de 2 inch Alpha Rockets van Salon Roger. Ja, weet je, wij hebben ze nog nooit gehad, maar ja, uit de reacties is gebleken, ook van de verkoper, dat dit toch echt wel serieus de beste pijler is uit België. Je hebt natuurlijk ook een 2,5 inch versie, maar het voordeel van deze 2 inch pijlen is dat ze qua uitwerking ongeveer hetzelfde zijn, maar deze die knallen een stuk lager, waardoor je een beter beeld krijgt van het effect. Vervolgens 2 keer Black Thunder, salute Keki. Van Tropic nog even een mooie sierpot, de Starlight Bouquet. En natuurlijk jongens de Golden Future, hartstikke mooi ding. Liefhebbers onder jullie, die kennen hem allemaal wel. Het is een hartstikke populaire cake. Meestal bij Loods uitverkocht. Maar ja, bij Salon Roger kan je tenminste nog wel allemaal dingen krijgen. Zoals bijvoorbeeld ook de Titanium Salute. Die ze daar meestal wel op voorraad hebben. Nee, deze hebben we er gratis bij gekregen. De Titans. Wat een afgelopen jaar ook met oud en nieuw. Dit is knal, salute en dan nog een beetje fluit erbij. Vervolgens zien jullie hier een totaal 8 pakjes smokeballs liggen van Tristar. Zitten er dus 72 in. Dus als je de calculatie maakt, 72 keer 8... kom je op een aantal en dat aantal gaan wij ook meteen doen in een project. Dus waarschijnlijk staat deze video al online. Maar ja, in ieder geval hartstikke lach om een keer te doen. We gaan het denk ik gewoon doorlonten of iets met knetterlid of zo. Nou ja, gewoon een keer proberen. Want dit zijn wel hele goede rookballetjes. Je hebt bijvoorbeeld ook van die kleinere rookballetjes en daar zit...
Die zijn van papier gemaakt. Maar deze zijn nog gewoon met klei. Dus deze die roken veel beter dan die, ja, dan die troep, laten we zeggen. Want we hadden ze ook al in een hele grote mat gedaan met allemaal categorie 1 vuurwerk. En dat waren er maar iets van 40 of zo. En dat gaf al best wel een leuk effect. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ja, ongeveer 500 tegelijkertijd doen. Staat er ook op, hè? Long burning. Vervolgens twee pakjes pirate strijkers voor de stook. Hetzelfde geldt voor de babypijltjes natuurlijk. Hier staat de tweede Black Thunder. Nou ja, hartstikke lachen om tussendoor een keer af te steken. Ook nog een beetje knallen tussendoor. Trueno Detonate nummer 3. Je hebt ze ook nummer 1 en 2. Maar ja, waarom wij voor de nummer 3 hebben gekozen, ik zou het nog wat niet weten. Maar hij ligt er wel mooi bij. En natuurlijk een product. Ja jongens, deze gaan we zo meteen natuurlijk ook even voor jullie testen. Het heet de Trollfire van Tropic. Een hele mooie draaizon. Volgens mij duurt deze nog best wel lang. Ik weet zo gauw even niet op te zoeken hoe lang deze duurt. Maar ja, we gaan het zo meteen zien, want we gaan hem natuurlijk gewoon testen. Als je deze koopt, krijg je meteen een spijker erbij. En nou ja, kijk, zoals de meeste van jullie wel weten, vroeger had je ook een draaizon in meterpakketten. Van die kleine dingetjes. En dan kreeg je ook een spijkertje bij. Dus deze die doe je gewoon hoppakee door het midden. Dan sla je hem nog eventjes vast tegen een boom aan. Dan moet je eventjes hier het lontje vinden. En dan kan je hem mooi aansteken. En dan draait hij heel mooi zo rond. Het beste is wel, jongens, als je zo'n ding nou in je bezit hebt. En je wil zo'n ding afsteken. Hang hem dan niet zo laag. Hoe hoger die hangt, hoe mooier het effect is. Dus mijn advies zou zijn, probeer hem toch wel op minimaal 2 meter hoogte te hangen. Deze zijn best wel grappig. Weet je, ze kosten €17,50. En ja, als jij genoeg cakes afsteekt met oud en nieuw, wil je eens een keer wat anders. En als je de fontein nou ook een keer zat bent, dan is dit echt wel heel erg leuk voor de afwisseling. En dan als laatste, jongere meisjes, 1,2 inch Blazing Diamonds. Ik ga hem meteen even openmaken, want dat heb ik nog niet gedaan. Vorig jaar hadden we de Out of Control. We zaten heel erg te twijfelen of we die dit keer nog mee zouden nemen. Maar ja, we willen ook eens even een keer wat nieuws proberen. Dus vandaar dat we voor de Blazing Diamonds hebben gekozen. Ja, ben je nou benieuwd hoe die eruit ziet? Zoek dan eventjes een productievideo op. Want oh, er zit een kooi in. Laat me zitten, ik heb niks gezegd. Maar ja, in ieder geval, ben je nou benieuwd hoe deze eruit ziet? Zoek dan zeker even een productievideo op. Vooral die van Limburgs vuurwerkteam, die is echt heel gaaf. Er zitten hele mooie effecten in. Dus ik ben echt heel erg blij dat we deze nog hebben kunnen krijgen. Maar ja, we gaan eventjes wat leuks afsteken. Doen we sowieso even een wieltje. Testen we nog wat van die pijlen. Dus laten we lekker naar buiten gaan. Afsteken met die handel. Oké, jongens, we hebben een hele mooie boom gevonden waar we de Swirl Fire van Tropic op gaan hangen. Het beste is om hem ongeveer op 2 meter af te steken. Ik denk dat hij die takken nog wel gaat raken. Maar in ieder geval, ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaan. We hebben er ook nog eentje extra voor als deze bijvoorbeeld valt. Maar ja, we moeten hem nog even goed vast timmeren en dan kan hij het vink in. Ja. Was ik wel even bang dat hij niet ging draaien, maar uiteindelijk kwam er toch nog beweging in. Maar ja, we gaan nu door naar de, hoe heet die dingen? Oh ja, de Alpha 2 inch rockets van Salon Roger. 50 gram per pijl en ze schijnen ook nog eens een keer lekker laag te knallen, jongens. Ik heb hier 3. We gaan er gewoon even een paar testen. Ik ben heel erg benieuwd naar deze. Echt serieus waar. Excited. Hoppakee. Nou, kom maar hier. Doe gewoon lekker in één take door. Ik weet niet welke effecten, ik weet niet of het op staat, zal ik zo meteen nog wel even checken. Ik kan wel even kijken hoeveel gram deze bevat. Dit is een 45 grammen. Zitten er ook dus wat bij die onder de 50 zitten. Nou ja, komt die aan. Nou, ben benieuwd. Zag je dat? Die laatste blinkje moet ik. Ja joh. Kijk, je ziet hem nog steeds hangen in de lucht, hè? Nog steeds. En de laatste is weg. Daar was dat sokkie. Hoppakee, op naar de volgende, jongens. Kijk, dit belooft wel heel wat goeds, hoor. Oh, hoppakee. Dan zit hij weer op. Ja, doen we hem iets schuiner, dat is ook wel geinig.
je krijgt het niet eens op camera. Met red tips ook nog eens, hè. Je krijgt het niet eens op camera hoe breed dat effect is. Ja, daar moet je bij zijn, jongens. Ja. Next. Of gewoon halen. Nou jongens, dit is de volgende. Dit is trouwens een 52 grammer. Ik ben heel erg benieuwd met deze praat. Hier zit de stokkie. Ja, ik heb pauze jongens. Vandaar dat Arno dit niet verder overneemt. Nee, die staat goed zo. Perfect. Zo. Komt hij aan. Als ze aanzekeren doet tenminste. Van Arno. Ja. Ja. Nou, dan gaan we door naar een... de zwaarste trouwens die erin zat. Ja, want het is hier een 50 grammer. Ja. Dan gaan we door naar een 50 grammetje. 52 grammers is het meeste aantal kruid. Ik zeg je één ding. Ik ga er zo meteen wel eentje in de grond steken. Ja? Ik ben er toch wel benieuwd naar. Hé, hey, die zag ik echt niet aankomen. Ik ook niet. Zweer het je. Hè? Die was echt heel goed. Burst achter je, jongen. Ja. Ja. Machtig. Mooi blinken. Nog ook 50. Breed effect, hè? Echt normaal. Ik had het bijna in mijn gezicht. Nog een 50 grammer. Goeiedag. Zo. Je steekt ze af en ze komen meteen weer terug. Maar dan op een andere manier. Dan komt hij aan. Ik hoop dat dit dezelfde is, want die was echt vet. Presenteer u, Hidde. Wij gaan nog even de laatste drie pijltjes afsteken van het pakket. Dit zijn een, even kijken waar het staat hoor. Een 52 grammer, een 50 grammer en een 52 grammer. En we beginnen met deze 52 grammer. Om en om. Die jongen heeft weer de zwaarste pijl van het hele pakket hoor. Ja, maar dat zegt niet alles natuurlijk, kruidgewicht. Ja jongens, nu we toch bezig zijn kunnen we net zo goed het hele pakket er doorheen jagen. Kijk, hoppakee. Komt ie hoor. Mooi ringeffect. Hey. Blijft lang hangen, hè? Ja, nou next. 50 op de 52. Dit is de 50. 50. En daarna komt er nog een van de 52. Als hij de afsluiter. Holy shit, hé. Hey. Die zag ik niet aankomen, ik jongen. Ik moet zeggen, die 50 grammers die knallen volgens mij echt wel harder dan de... Die was echt vet, jongen. Zo. De laatste. En de laatste. Ze knallen ook allemaal vrij laag, hè? Ja. Dat is het voordeel natuurlijk. Ja. Wow, dat is echt goed. Nieuwe favoriete pijlen dit, hoor. Oh, die gaat wel schuin. En daar zat me toch een beurs achter, jongen. Ongelooflijk. Jongens, ik sluit hier bij de video af. Vonden jullie dit nou een leuke video? Zorg dat je op ons abonneert en we zien jullie weer terug bij de volgende video.